Nu de zon weer begint te schijnen en alles weer vol in bloei staat, breekt de perfecte tijd aan om te wildplukken. Guido van der Wal is expert in wildplukken en nam ons mee naar het prachtige eiland van Brienenoord. Om te laten zien dat we iedere dag, zonder het door te hebben, omringd worden door eetbare bloemen en planten. We zijn best wel ver van ons voedsel vandaan. Je weet niet helemaal meer waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt. Ja, en wildplukken is toch eigenlijk het ultieme lokale eten in je eigen omgeving. Ja, en als je iets plukt en je maakt er iets mee, dat gaan jullie hopelijk zo ervaren. Ja, dat is, voor mij is dat onvergetelijk, dat spreekt een soort oergevoel, spreekt dat aan. We gaan eerst onze handen wassen, toch? Oké, okay, ja. Ja. We gaan met eten aan de slag. Dus hier staat zeepkruid. We gaan voorzichtig even hier zo'n beetje door die planten heen. Dus ik ga jou een stukje geven van deze plant. Er zit heel veel saponine in en dat zorgt dat het gaat schuimen. Dus je mag het een beetje kapot maken, net of je een zeepje in je handen hebt. Ga ik er wat water overheen gieten en dan lekker wrijven. Een beetje opbouwen, want we zijn natuurlijk helemaal niet gewend. Ja, ik zou vooral eerst beginnen van wat zit er nou als je je deur open doet, je loopt je huis uit en dan kijk van wat staat er nou heel dicht bij mij. Welk parkje, bosje staat daar nou en wat kan ik daar nou eventueel aan eetbaars vinden? Dit is hem ook. Ja, kijk en dit is hem ook. Lastig. Oh ja. En de naam van deze plant is melganzenvoet. Ja, vergelijk dit een beetje met spinazie. Ja, snap ik wel. Ja, het lijkt er wel een beetje op. En zo gebruik je dit ook. In zo'n mand, ik neem altijd bij een warme dag een natte theedoek mee. Dus die kunnen we er dan overheen leggen en dan blijven die planten wat langer goed. Maar mag dat nou eigenlijk zomaar? Ja, heel officieel mag het niet. Hè, want wildplukken is officieel stropen volgens de wet. Maar heel veel natuurorganisaties die gedogen dat. En dan mag je voor eigen gebruik iets plukken. Pluk van elke plant gewoon een klein beetje. Probeer zoveel mogelijk op de paden te blijven. Die zijn er natuurlijk niet voor niks. Heel af en toe kan je best eens van het pad afgaan. Maar vertrap dan niet te veel. Dus dat zijn wel dingen waar je op moet letten. Hey, zullen we eens op zoek gaan naar rucola? Ja, leuk. Oké, okay, een hint. Je raakt hem nu aan. En zo onder mij. Oh, ja. Ik krijg nou wat. En je hebt ook nog mooie bloemetjes. Ja, hè? Dat verwacht je niet, hè? Nee. Maar kijk, als je dit blad ziet, dan zie je natuurlijk wel dat het rucola is, hè? Ja, dus hetzelfde, ja. En je proeft als goed is dat die plant is een stuk pittiger dan je gewend bent vanuit supermarkt rucola. Ja, zeker. En deze plant, hè, die is niet vertroeteld in de perfecte omgeving. Die staat hier in het zand, in weer en wind. Met eigen energie komt die elke keer weer terug. Ja, en dat proef je, die kracht, die energie, die proef je gewoon in die plant zit. Wat je kan doen is, als je hem zo hebt, dan hou je hem. Oh ja. Er zijn natuurlijk giftige planten en die staan ook gewoon heel dicht bij ons. Dus daar moet je zeker op letten. Dus ik adviseer, gebruik altijd gewoon een boek. Hey, kijk, een kers hier. Oh ja. De zoete kers. Een soort oervader, oermoeder van onze kers uit de supermarkt, zeg maar. Nou, zullen we er eentje plukken dan? Ja, dat is goed. We hebben dessert. Dat is waar. Dat is helemaal compleet. Kijk of we een mooie paarse zien hier. Eens kijken hoe gaaf dat eruit ziet, hè? Oh ja, hele trosjes. Hele tros, hier wat donkere. Hier dan nog een mooie. Ja, ze zijn stoer. Ja, mooi beetje. Nou, dan is het nu tijd om iets te gaan maken van alles wat we geplukt hebben. Ja. Nou, het wordt een goed gevuld omeletje. Ja, lekker, hè? Groen. Het ziet er toch wel lekker uit zo. Ja. Hey, leuk om voor pad te zijn. Ja, zeker. Zo, dan komt nummer 3 erbij. Ja, en nu, hoe noemen ze dat? Kers op de taart. Garneren. Rucola, wat bloemen van de waterkers erop. Waar die peperproef kwam. Nou, goed gelukt. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes, thanks.